je klaar om keihard te shoppen? Kunnen we beginnen met Boba? Sorry daarvoor. Snow Bunny, ik denk dat ik mijn groep gevonden heb. Schaatsers! Al nieuwe rolschaatsers voor ons gevonden? Nee, maar heb geduld. Het is nog vroeg. Maar ik heb maandenlang leren rolschaatsen. En nu ben ik klaar om de baan op te gaan. Als jullie op zoek zijn naar een schaatser, zoek dan niet verder. Ik ben The Rose, de aanvulling op jullie team. Kun je achteruit schaatsen? Uiteraard. Weet je hoe je moet dippen? Mijn specialiteit. Wij drieën nemen rolschaatsen enorm serieus. Ik ook. Heel serieus. 1 seconde. The Rose, ik denk niet dat ze op ijs schaatsen. Je bent binnen. Welkom. En het eerste wat we gaan doen is de whip and dip perfectioneren. Het is een super brute truc. En we hebben jouw hulp nodig om hem te doen. Maar ik kan niet wachten. Ik moet alleen even mijn wielen draaien en mijn elleboogbeschermers poetsen voor ik het ijs op ga. De baan. Hoorde je dat? Ik word straks een schaatslegende. Mensen zullen eindelijk mijn talent waarderen. Dat vind ik geweldig voor je. Maar hoe zit het met de wielen? Jij schaatst op ijs. Nou, Het is me gelukt. Je doet het super. Dat was zo slecht nog niet. Je hebt zelfs een heel rondje om de baan gedaan. Serieus? Oh, hey! Wil je met ons trainen? Ik ben net klaar met de lange trainingssessie en mijn benen zijn net pudding. Oké, maar niet hier. Ik heb een geheime plek nodig. De laatste plek waar iemand zou kijken. Je bent hier vrij nieuw in, of niet? Waarom denk je dat nu weer? Nou, je hebt mij om hulp gevraagd. Dat is al best wel raar. Ik bedoel, ik heb nog steeds van je te goed voor Winter Fashion Week. Zet maar op de rekening. Kijk uit! Weet je wel zeker dat je geen echte lessen wilt? Misschien op de baan? Nee, niemand mag mij op deze manier zien. Maar bij jou vind ik het niet erg. Jij bent lief. Soort van. Inderdaad. Morgenochtend ken ik vast al trucs. Ze gaan zo onder de indruk zijn. Ik kan niet wachten om het ijs op te gaan. Er is geen ijs. Weet je nog? Ja.
chick! Dat is een dip en rol schaatsen? Op het ijs betekent het gewoon dat je hurkt en je tenen aanraakt. Maar Rose is er. Nu kunnen we eindelijk de whip and dip oefenen. Yep, jij. Even mijn schoenen wisselen. Ah, het is gelukkig niet druk vandaag. LaRose, het is zojuist druk geworden. Ik zit vast. Interessante techniek. Zo warm ik op. Het ziet er raar uit, maar het werkt supergoed. Tijd voor een truc. Tijd voor een truc. LaRose, jij bent het staartje van de whip. Klaar om te vliegen? Hier komt de dip. Wacht, wat? Doe de dip, doe de dip, doe de dip. Gaat het wel? Je ging net echt bizar snel. Zijn jullie niet boos? Waarom zouden we boos zijn? Ik ben een ijsschaatser, geen rolschaatser. Ik heb gelogen. Het spijt me. Dus je hebt dit geleerd in 2 dagen? Bizar! Je hebt talent, meid. Je moet gewoon eerst beginnen bij het begin. Ja, de whip and dip is verboden totdat je veel meer hebt getraind. Hoor ik dan nog steeds bij je team? Nou, het lijkt erop dat je je lesje wel hebt geleerd over eerlijk zijn tegen je teamleden. En misschien kun je ons eens wat ijsschaatstrucs laten zien. Ik laat jullie zoveel trucs zien dat jullie hoofd zal tollen.